De rookontwikkeling in het westen van Suriname baart enorme zorgen. Bewoners in Wageningen, Nikeri, zitten letterlijk met de handen in het haar. Want het einde van deze frustratie bleek nog lang niet in zicht. Verslaggeefster Sifra Goudland naam Poolshoogte en brengt u het verslag. Vanuit Paramaribo kreeg onze ploeg al vanaf Boskamp te maken met een dikke rookontwikkeling. In Koroni is er een lichte rookwolk waar te nemen op de velden. De weg naar Wageningen is een gevaar omdat het zicht door de zware ochtendmist en rook wordt omhuld. Te midden van het centrum van Wageningen zijn wij van ATV een kijkje komen nemen over de rookontwikkeling die zich de afgelopen week hier heeft plaatsgevonden. U heeft het zelfs gezien bij aan de beelden toen wij op weg hier naartoe waren en de rookontwikkeling was heel dik. Wij gaan met enkele bewoners praten om te kijken welke problemen zij hiervan ondervinden. Goedemorgen, wij praten hier met Amir. Okay. Meneer Amir, alle week hebben jullie een probleem van zware rookontwikkeling als buurtbewoner. Wat vindt u zelfs hiervan? Nou inderdaad, zoals jullie zelf gezien hebben, er is een enorme rookontwikkeling in het atmosfeer van Wageningen. En ja, dat ademen we al ongeveer bijna 4 weken al in. En u weet, het is echt schadelijk voor de gezondheid. Dus ik heb ook gevolgd via andere mediums dat er autoriteiten hier zijn in Wageningen die bezig zijn om wat maatregelen te treffen. En ik hoop dat dat echt gaat helpen hoor. Want ja, we kunnen echt niet meer met het geur. En ik heb allerlei crossen, allerlei gordijnen van onze ijsmedia of tot fascie. Dus tegen buiten Wageningen lijkt het of je ergens van een weet je het weer? Binnen mijn warafisie, van een bedrijf van een warafisiebedrijf ben gekomen. Dus het is lastig, het is echt lastig, het is echt lastig, ja. Als mijn kwaad is nou aan zijn voor mijn bij Dremel. Ja, maar ik ben weer bij hoorsopje en zo, dat je nog bij vier en zo heb, maar wel als mijn kwaad bij koin naar plan. En in januari, kom het einde januari, kom het begin februari, we hadden geluk dat die alleen bij kon dat behoren achter je en zo. Dat bij demper voor one, two day. Dat komt bak a opodoro. Wat denk misschien de man kwam toe verleden week. Hier week in misschien bijna 2 pelotons through dat die. Plus brandweer. Hier week verleden week. Kom ik ten aan SD de man ben dat bij. En als ik steen van mij de man bij rokot en afijan, dan denk ik dat de man ba vanaf een week dat de man ko, als ik komoro de kin naar dorp. De rookontwikkeling is ook overgewaaid naar Nikeri. Want op de wegstrekking Wageningen-Nieuw-Nikeri is de dikke rookwolk eveneens aanwezig. Burgermoeder van het district, Senrita Gubardin, vertelt wat de regering zal doen om dit probleem aan te pakken. We weten dat Wageningen al een poos te kampen heeft met een brand- en rookontwikkeling met name. En we zijn een tijdje bezig natuurlijk ook met oplossingsmodellen allemaal. En de laatste update is namelijk dat sinds gisteren wij dus gestart zijn om wat sleuven te graven. Om het water vanuit het Bombi-kanaal te lozen dus naar het terrein, dat er dus een rookontwikkeling zo bezorgt. Helaas heeft deze rookontwikkeling haar eerste slachtoffer geëist. Aan de gemeenschap is gevraagd mee te helpen met het doven van het vuur.